Goedemorgen jongens, het feest gaat beginnen. Ik ga microdosen. Hier is een verpakking van de... Ik kan het niet meer denk ik. Ik ben het verleerd hoe ik moet praten voor camera. Hallo lieve mensen, in deze video ga ik 2 weken lang microdoseren met magische truffels. Maar eerst een korte update, want ik was natuurlijk eventjes weg van YouTube omdat ik me wilde focussen op mijn boek. Waarvan ik nu kan onthullen dat hij op 13 april in de winkels ligt. Je kan hem pre-orderen, dat vind ik natuurlijk te gek, link in bio. Als je ook maar een beetje bezig bent met duurzaam leven, dan moet je dit boek hebben. En dan over naar de orde van de dag, want dit experiment heb ik al eventjes terug opgenomen, maar ik wilde jullie hem toch niet onthouden. First of all, don't try this at home. Don't try this at home. Het is namelijk super illegaal. Nee, geintje, Nederland is eigenlijk het eerste land waar magic mushrooms op deze manier legaal kunnen worden verkocht, ook speciaal voor microdoseren. Het idee is dat het binnenkort ook in Canada legaal wordt en dan gaat het waarschijnlijk de hele wereld veroveren. Want, boter, wat is nou de belofte? Godver... Nou, een beetje net als met microdoseren met LSD, wat ik 2 jaar terug volgens mij heb gedaan. Ik zat echt helemaal te shaken, mijn lichaam gewoon. Bonjour. Ja, ik kan hem mee. De video kun je hier bekijken. Door dus een hele kleine dosis van het spul te nemen, zou dat je kunnen helpen lekkerder in je vel te zitten, je beter te voelen, productiever, energieker. Zonder dat je tript, zonder alle eventuele negatieve effecten. Toen ik ermee begon, toen was ik net bezig met het schrijven van mijn boek. Dus ik kon natuurlijk wel wat productiviteit en creativiteit gebruiken. Nou, ben je benieuwd hoe dat is gegaan? Dan komt dat nu. Kut! Ja, goedemorgen jongens. We gaan beginnen met microdosing. En ik heb hier... Nou ja, het is wel een klein doosje. Maar, ik vraag me af of iemand deze grap snapte. Ik heb hier dus het product. Ik heb hier de gebruiksaanwijzing. Die heb ik natuurlijk van voor naar achter uit mijn hoofd gewerkt, geleerd. En er staat dat je het best op een lege maag moet consumeren. En rauw eten goed kauwen. Nou, ik heb het nog niet uit de verpakking gehaald. Ik ben een beetje bang dat het echt super goor is. Ik ga het nu openmaken. Oh, spannend unboxing. Oké. Dit zit erin. Oh. Huh? Maar dit zijn 3... Huh? Dit zijn 3 zakjes. 15 gram bestemd voor 5 dosissen. Maar moet je nu zelf nog gaan afmeten? Moet ik nu zelf met 1 gram aan de slag? Huh? Oké, even back to the drawing table. Kom zo bij je terug. Boter. Oké, ik heb bedacht dat aangezien er 3 zakjes in zitten, dat ieder zakje 5 gram is. Want totaal is het 15. Dus dit zijn 5 porties. Dus ik ga maar even, denk ik, op de keukenweegschaal wegen hoeveel ik moet hebben dan of zo. Vooralsnog is vooral boter echt very interested. Oké, boter, jij moet even weg hier. Straks ga je met die truffels aan de haal. Het ruikt een beetje naar onverdunde alcohol of zo. Kut. Ik heb blijkbaar net echt een half uur tegen mezelf zitten praten, want blijkbaar was mijn SD-kaartje vol. Wat je hebt gemist, of eigenlijk beter dat je dat hebt gemist, is dat ik echt heb zitten kloten met de keukenweegschaal. Oh shit. Want er komt dus gewoon niet 1 op te staan. Hij vertikt het. Ik denk dat ik gewoon beter een lagere dosis kan doen. Dus minder dan 1. Of is minimaal 1? Nee, aanbevolen is 1. Aanbevolen is 1 gram. Linda. Ja, hup, move.
Aanbevolen is 1. Ik kan beter met lager beginnen dan te hoog. Dus ik heb nu echt gewoon een heel klein, echt een heel klein beetje. Als ik dat vergelijk met wat 5 gram zou moeten zijn. Oh, ik ben zo aan het kloten. Dan is het sowieso minder. Kijk, dit ga ik nu in mijn mond stoppen. Hoe appetijtelijk. Oké, ik ben echt bang voor dat dat goor is. Oké. Ja, het is niet goor. Ik doe gewoon alles in één keer. Hop. Badass van mij. Het smaakt een beetje nootachtig. Ja, een soort van heel oude noten die bol zijn geworden. Met een gek nasmaak, joh. Nou, ze hebben ook een tijdje. Oeh. De noten hebben naast de champignons gelegen in de aarde. Dat is het, denk ik. Ik word er niet heel gelukkig van. Het is niet heel erg, maar ik moet laten zeggen, yes. Nou, dan is het nu afwachten. Denk ik. Oké, we zijn een uurtje verder. Oh, dat was een magic mushroom boer. Dat was geen fijne boer. Maar was het een biologische boer? Goed, ik ben op kantoor aangekomen en ik ga hier werken. In mijn eentje. Schrijven. Ja, ik ben benieuwd wat de dag me gaat brengen. Ik denk eigenlijk dat ik echt nog minder dan een gram heb genomen. Dus grote kans dat ik gewoon helemaal niks merk. Maar nou, keep you posted, hè. We zijn nu... Ik denk dat ik me vrolijk voel. We zijn nu ongeveer 2 uur verder, denk ik. En ik voel me een beetje... elevated is denk ik het juiste woord. Maar ik weet niet wat dat in het Nederlands is. Een beetje zo... net iets lekkerder of zo. Het is redelijk vergelijkbaar, vind ik nu, als met LSD microdoseren, volgens nog. Want ook daar voelde ik me dan, als ik net zeg maar mijn dosis had genomen, dan was het net alsof je net even dat eerste borreltje op hebt of zo, zeg maar. Snap je? Dat je net even een beetje zo, oh, een beetje ontspannen wordt of zo. Of een beetje relaxer. En gewoon wel iets meer zin in dingen of zo. Weet je wel wat zo'n eerste borrel kan doen? Dat gevoel is er nu. Ja. Ja. Kan niet anders uitleggen, denk ik. Oké, ik heb een goede werkdag gehad. Ik heb best wel zinnige dingen gedaan. En ik voel me goed. Dus... over en sluiten. Hallo, goedemorgen. Het is vandaag de, zeg maar, 2 dagen nadat ik mijn eerste dosis heb genomen. Vandaag heb ik acteeropleiding. Dus ik ben benieuwd of ik daar iets bij merk of zo, ja. Ik kan het me eigenlijk niet echt voorstellen. Ik voel me niet, sowieso niet echt anders. Of ik voel, ja, ik voel gewoon niet echt iets. Maar ik denk ook dat ik gewoon echt de dosis te laag heb. Bovendien ben ik vooral echt heel erg benieuwd of het iets met mijn slaap gaat doen. Maar ook daarvoor moet ik denk ik gewoon in ieder geval minimaal 1 gram nemen. Dus ja, we blijven het gewoon proberen. Morgen mag ik weer. Zo, nieuwe dag, nieuwe kans, hè? Dit is de 2e keer dat ik dus neem. Het is nu zondag. En ik ga het nemen met een portie walnoten. Want dan proef ik het niet zo, hoop ik. Ik vond het zelf een erg slim idee. Ze zeggen wel dat je het op een lege maag moet innemen. Maar goed, die paar walnoten maken denk ik niet uit. Denk ik. Ik heb trouwens zo school. Dus, en ik heb denk ik een
ietsjes hogere dosis dan de eerste keer. Dus ja, ik ben benieuwd. Ik denk nog steeds dat het absoluut niet meer is dan 1 gram. Want ik wil gewoon ook niet raar op school staan. Dat gaat niet gebeuren, dat weet ik zeker. Maar goed. Oké, let's go. Wat moeten de katten niet vinden? Ik heb het wel. Goed kouwen. Oké, ik loop naar school. Ik heb net een half uur in de tram gezeten en ik moet zeggen, nou, een beetje wat het kind voelt. ik voel het een beetje en dat maakt dat ik gelijk in de weerstand kom, omdat ik dat dus niet wil. Daarom doe ik ook geen harddrugs, want ik wil geen controle verliezen. En het is niet dat ik nu nou echt controle verlies, maar het is wel gewoon, ik merk iets aan mezelf. En het is een beetje alsof je zeg maar een paar borreltjes op hebt. Alleen dan niet dat je zeg maar wazig of roesig wordt, maar juist dat je heel scherp wordt. En ik denk dat ik er echt aan moet werken om dus niet in de weerstand te gaan en gewoon te accepteren dat dit gebeurt. Want ik denk dat het dan eigenlijk wel een goed gevoel is of een fijn gevoel. En dat het me, ja, dat ik wel een soort van improved version of mezelf ben. Denk ik. Maar oké, ik ga eraan werken. Zo, dit was mijn dag. Het gaat goed met me, nog steeds. Oh, de tram komt eraan. Anyways, waar is mijn... Oh, mondkapjes hier, oké. To be continued. Maar het licht is zo mooi hier, oh jammer. Oké, dus het was wel grappig, want we moesten dus ademhalingsoefeningen doen. En ik merkte dat ik echt een super stabiele ademhaling had. Als in, gewoon super gefocust of zo. Oh. Precies niet wat de camera is dus. Ik voelde me best wel helder of zo. Vandaag de hele dag stemles gehad en ik ben hier ook wel echt, ja, op zich wel moe, maar ook weer niet. Snap je? Ik helemaal vertellen over hoeveel focus ik heb vandaag. Ook ik in de verkeerde tram stappen en daardoor compleet in een andere kant van Amsterdam belanden. Maar oké, ik werd wel getrakteerd op mooie luchtjes, natuurluchten, wolkenluchten. Dus alles is goed met de wereld. Ja jongens, nieuwe dag, nieuwe microdosis. En ik zit net even naar te kijken. Maar kijk, dit is dus de vacuüm mushrooms. Maar dit zakje heb ik dus al open gemaakt, want daar eet ik nu uit, zeg maar. Maar kijk, het is dus helemaal een soort van groen geworden. Gatserpillekist. Maar goed, het smaakt niet anders of zo en ik neem aan dat het nog goed is. Ja, ik bedoel, mushrooms zijn ook schimmel, een soort van, toch? Dus, nou goed, we wagen het gewoon erop. Even kijken, even weer mijn portie verdelen. En dan zou ik zeggen, smul hem maar. Doe maar even buffy na. En toen, ja, de laatste keer dat ik het nam, viel het gewoon echt niet lekker. Ik had het inmiddels denk ik 2 weken wel volledig gedaan. Misschien wel 3 zelfs. En die laatste keer voelde ik me gewoon, ja, een beetje flauwvallerig. Ik was niet helemaal op deze planeet. Volgens mij ook een beetje misselijk. En ja, toen dacht ik gewoon, het is mooi geweest. Uiteindelijk merkte ik ook niet genoeg van de positieve effecten. Ik heb niet echt het idee dat mijn werk er positief onder beïnvloed was. En ja, ik vond het ook gewoon niet echt lekker. Dus kijk, natuurlijk is het voor iedereen anders. Ieder lichaam reageert er anders op. Dus ja, ik kan niet voor jou praten, maar ja, voor mij was het gewoon leuk, maar klaar.
Heb je nou nog vragen? Stel ze eventjes in de comments. En heb je ideeën voor nieuwe experimenten die je kan gaan doen? Laat het me ook weten. En ik zou zeggen, tot in 2020!